Welkom in deze tweede video in een reeks van drie, waarin ik je ga vertellen over de drie fouten die beelddenkers onbewust op de werkvloer maken, waardoor ze niet gewaardeerd worden. Ik ben Saskia Smet. Dankjewel dat je de tijd hebt vrijgemaakt om naar deze video te kijken en te luisteren. In deze video ga ik je meer vertellen over de drie fouten die beelddenkers maken, waardoor ze niet gezien worden op het werk. Fouten die ik zelf ook gemaakt heb en die jij kan voorkomen. Ik ga je praktische tips geven die je direct kan toepassen, zodat jij deze problemen kan vermijden. In deze video ga ik je vertellen over de tweede meest gemaakte fout die beelddenkers onbewust op de werkvloer maken, waardoor ze niet erkend worden. Beelddenkers maken nooit wat af. Het lijken wel vlinders die overal rondfladderen van bloem tot bloem. Waar ze ook komen, alles inspireert hen om massa's oplossingen te zien of ideeën te bedenken. Maar ook daadwerkelijk gaan zitten om iets volledig af te werken, is er meestal niet bij. Beelddenkers hebben ideeën en interesses voor de meest uiteenlopende kennis- en informatiedomeinen. Het lijken wel sponsen die alles in zich opnemen en direct met alle kennis die ze al vergaard hebben verbinden. Beelddenkers zijn echte ideeën-orakels. De associaties, de nieuwe verbindingen en de ideeën vliegen letterlijk door hun hoofd. Dat is voor hen heel gewoon en heel natuurlijk. Ze zijn zich echter niet bewust dat dit bij anderen niet zo is. Omdat ze bovendien hun inzichten zo graag met je willen delen, kunnen ze je in al hun enthousiasme makkelijk overdonderen. Je hebt dit waarschijnlijk al eens meegemaakt. Je vertelt een nieuw idee aan een goede vriend of collega. En voor jij twee zinnen verteld hebt, word je overdonderd met een spervuur van vragen en suggesties. En heb je hier al aan gedacht en ben je daar al naar gaan kijken en zou je dit er ook niet bij nemen? Terwijl het enige wat jij eigenlijk wilde, was vertellen dat je een nieuw idee had, waar je graag de volgende periode rustig verder wil gaan aanwerken. Maar als je heel goed kijkt, dan merk je dat je vriend ideeën genoeg heeft, maar nooit één van zijn ideeën uitgevoerd krijgt. Het lijkt hen gewoon niet te lukken. Een beelddenker ziet iets vastleggen echt als een beperking. Het voelt als een beperking als het onderdrukken of inperken van hun denken. Aangezien er 32 beelden of associaties per seconde door hun hoofd vliegen, is er altijd nog een beter idee of een betere oplossing dan datgene wat ze juist bedacht hebben. En dus wordt iets vastleggen ervaren als een beperking, omdat ze zelf continu verbeteringen en veranderingen zien. Anderzijds, vastleggen wil ook zeggen dat je oplossing klaar is om ingevoerd te worden, om er een routineproces van te maken. Een idee daadwerkelijk gaan uitvoeren of invoeren, wil ook zeggen dat je een paar definitieve keuzes hebt gemaakt. Je gaat een plan maken van de stappen en acties die nodig zijn. Je gaat systematisch deze actielijst afwerken. Stap voor stap werken aan een bepaald project, dat wil ook zeggen dat je vanaf dat moment geen wijzigingen meer toelaat aan je oplossing tot dit plan volledig is uitgevoerd. Maar ondertussen blijven de mogelijke verbeteringen continu door het hoofd van een beelddenker vliegen. Hoe ga je hiermee om? Wees je bewust dat om vooruit te komen, je af en toe iets moet vastleggen. Zelfs als je een beelddenker bent. Voer het in. Kijk wat het doet en dan kan je terug gaan aanpassen. Een idee of een verhaal neerschrijven wil niet zeggen dat het vastgelegd wordt voor eeuwig en drie dagen. Het is wel nodig om op een gegeven moment iets vast te zetten om het af te werken, wat je nadien nog altijd kan verbeteren. Leg je niets vast, dan blijf je in de ideeënfase hangen en werk je inderdaad nooit iets af. Dit is de tweede video in een reeks van drie. Heb je deze video gezien op YouTube of doorgestuurd gekregen van iemand anders? Meld je dan aan op de website, zodat je het volgende deel automatisch in je inbox ontvangt. Ben je al aangemeld, dan hoef je natuurlijk niets meer te doen. Binnen enkele dagen krijg je de derde video toegestuurd.
In deze derde en laatste video ga ik je meer vertellen over de meest voorkomende fout die beelddenkers onbewust maken, waardoor ze niet erkend worden op hun werk. Ik ga je ook weer praktische tips geven die je direct kan toepassen opdat jij deze fout kan voorkomen. Voor vandaag wil ik hier afsluiten. Ik wens je veel plezier bij het zoeken naar jouw unieke beelddenker zijn. Succes bij alles wat je doet. Tot binnenkort!